De eerste standhouders zijn er al van gisteravond en ook vannacht was het al enorm druk in het anders zo rustige havendorpje Lillo. Velen vrezen dat het jaarlijkse evenement zou ophouden, maar dat is buiten de nieuwe organisator Achille van der Donk gerekend. Voor hem is vandaag de vuurdoop. Spannend moment, maar iedereen staat nu, alles is meegevallen. Dus heel veel voorbereiding aan geweest, maar dat loont zich nu. Hè. De Schacherbeurs kreeg ook een hele make-over. 80% van de oude standhouders is opnieuw present en 20% zijn nieuwe standhouders. Ik heb de indruk dat dat beter geregeld is, in ieder geval. We kunnen zo goed als gratis koffie krijgen, zo, en die dingen, dat is fijn. En allemaal goed geregeld, al de standjes duidelijk aangeduid en zo. Lillo is altijd een hele drukke en goede markt geweest voor ons. Dat was altijd onze beste markt. Dat geeft er niet af. En ook alleen maar lachende gezichten tussen de duizenden bezoekers die Lillo op de eerste zondag na Moederdag overrompelen. Dit jaar geen veerdienst en wegenwerk op de Scheldelaan. Toch zijn ze er massaal geraakt en zijn ze het unaniem eens dat de rommelmarkt moet blijven bestaan. Dat is een dag is genoeg voor de mensen. Hè? Dat is goed. Hè? Beetje folklore. Beetje folklore, ja. Volgend jaar wordt al gedacht aan een heus VIP-plein, waar dan naast rommel ook curiosa en antiek zal verkocht worden.